Nou, ik ben Hanny Elhorst en ik woon aan het water. Op een gegeven moment heb ik gehoord dat iemand dat deed, zomer en winter zwemmen. En toen dacht ik, ik ga het ook een keer proberen. Dus sinds 2 jaar doe ik dat. In de zomer zwem ik echt naar de sluis daar, die je daar kan zien. En in de winter is het zo koud dat het meer diep is. Maar ik ben in de zomer begonnen, want je moet erin groeien. Ja, ik krijg werkelijk, je voelt al je cellen werkelijk zijn blij dat ze leven. Dat is een gevoel dat ik nog nooit in mijn leven heb gehad. Ook s'avonds in bed dan voel ik ze gewoon jumpen van geluk. En feitelijk is het gewoon echt zo dat ik nooit meer, dat ik eigenlijk vrijwel nooit meer verkouden ben. Terwijl vroeger echt de hele winter, iedereen is aan snuiten en hoesten. Dus dat alleen al is zo fijn. Ja, ik denk als je niet aan het water woont dat het heel lastig wordt. Maar koud douchen schijnt ook heel goed te zijn. Maar ik vind dat zelf heel moeilijk, koud douchen. Omdat je eronder moet gaan staan, hier spring je erin. Want je gaat dus gloeien van het koude water. En daarna krijg je heel warm. Je krijgt dus een gloeiende reactie van je lichaam. Je hoeft niet opgewarmd te worden daarna. Dat is een reactie van je lichaam.